Ik ben der lange kerel. In de film 3 meter. En ik speel François, een Franse soldaat die een Duitse reus tegenkomt op het front. Dat was een bijzonder technische film om op te nemen voor ons, omdat Raoul heel de film had gestoryboard, maar te slecht bij been was om zelf op de set te kunnen komen. Dus dat betekent dat wij alle shots, shot per shot, hebben moeten opnemen. En dan hebben wij alles voor Green Key opgenomen en is er met rotoscopie gewerkt. Ik denk ook voor onze lijven zijn er af en toe animatietrucs toegepast. Super technische shots, hè, omdat je... En je hebt geen enkel idee hoe dat er gaat uitzien. Je doet enkel de beweging en al de rest wordt later ingevuld. Ik heb nog nooit zoveel Green Key bij elkaar gezien eigenlijk. En er was ook een heel stuk front nagebouwd. Hè. Ze hebben daar, ik weet niet hoeveel ton zand gelegd. Ja, het was wel een redelijke impressionante hangar om in te gaan spelen eigenlijk. Hij is bezeten door de oorlog, Raoul. We hebben eerst een aantal van zijn vorige films gezien. En dan zie je onze film die daar aanhangt en die sluit wel mooi aan. Als je die animatiefilms nu ziet, helaas is dat echt... Het is nog altijd even relevant. Ja, super relevant. En ja, tot de invasie in Oekraïne was dat minder relevant. Maar, of toch niet bij ons, toch niet zo dicht bij ons. Heel dat uiveren heeft helaas terug aan relevantie ingewonnen. Zo, ja. Doordat het zo symbolisch is, merk je hoe universeel dat is. En hoe dat de test of time... doorstaat. Ja. Waar zijn jullie los hiervan nog mee bezig? Ik ben vooral bezig met ons productiehuis, De Wereldvrede, waarvoor dat we film en televisie aan het maken zijn. Zelf ga ik spelen in Beats of Love over een boysband in de jaren 90. En nee, het is een fictieve boysband, dus het zijn geen Get Ready leden. Misschien wel losjes geïnspireerd op een aantal events. De Wereldvrede heeft deze week ook een première gehad hier. Zeker. Roomies is een première gegaan. Staat nu op VRT Max en ik hoop dat het volk massaal zijn weg vindt naar die reeks. Zeker relevante thema's. Twee jonge meisjes die gaan samenwonen op kot in Brussel en die hun seksualiteit ontdekken, maar vooral hun identiteit. Zeer herkenbaar.